eigenlijk te zitten. In eerste instantie was Verbeet een backbencher in de Tweede Kamer. Maar in 2006 verraste ze vriend en vijand door verkozen te worden tot voorzitter. Na een onwennige periode wist ze haar eigen toon en werkwijze te vinden. Hoewel er kritiek bleef. Er wordt altijd gezegd, het moment met Fritsma. Hè? Ja. Dat was een beetje de omslag. Je blijft onderdaan van twee verschillende landen. En dat kan ertoe leiden dat er conflicterende belangen zijn. PVV-Kamerlid Sietse Fritsma haalde zich de woede van de Kamer op de hals door te stellen dat kabinetsleden alleen de Nederlandse nationaliteit mochten hebben. Hij wilde de PvdA-bewindslieden Al-Bayrak en Abu Talab daarom niet in het kabinet. Verbeet kreeg veel kritiek omdat ze Fritsma de mond snoerde. Meneer Fritsma, alle leden in deze Kamer hebben een eed afgelegd. Ja. En die eed is glashelder. Dat betekent dat ze alleen de belangen van de Nederlandse staat behartigen. Dat klopt. En juist dat loopt gevaar. Nee, meneer Fritsma, dat loopt op het moment dat zij die eed afleggen geen gevaar. Ik verzoek u vriendelijk om een paar stappen verder te gaan in uw betoog, want anders moet ik u het woord ontnemen. Wat ik vanaf dat moment beter ben gaan doen, is denk ik me van tevoren beter realiseren hoe zo'n uitspraak op degene overkomt tegen wie je het zegt. Mm-hmm. Maar ook hoe daar in de samenleving tegen aangekeken wordt. Waarom kreeg dat meer politieke lading toen? Vanwege Fortuin? Omdat ik denk dat er steeds meer leden in de Kamer waren die ten eerste zo kort Kamerlid waren dat ze vooral al die ongeschreven regels niet kenden. Nee. Maar ook niet allemaal voor zoete koek slikten. Dus die wilden argumenten horen en daar hebben ze ook recht op. En die moest ik dan ook maar paraat hebben. Ja, wat arg.